Welkom bij de Van Hopeloos naar Hotspot podcast. Welkom, leuk dat je er weer bent bij de Van Hopeloos naar Hotspot podcast, waarin we onderzoeken hoe we stadsharten die kampen met leegstand en neergang weer kunnen laten bonken en vibreren van activiteit. En ik weet niet hoe het bij jou is als je op expeditie gaat, maar mijn manier is om niet alleen in gesprek te gaan met experts, maar ook met gebruikers, investeerders, bestuurders enzovoort. En ik ben ook altijd op zoek naar creatieve ondernemende geesten met een drive. En in dat kaliber heb ik vandaag een mooi iemand om mee in gesprek te gaan, namelijk Rick Vechel. Een ondernemende millennial die ja, eigenlijk juist in binnensteden te vinden is als de winkels gesloten zijn. En waarom is dat nou toch zo? Ik ben zo benieuwd. Dat prikkelt mijn nieuwsgierigheid en ik hoop de jouwe ook. En wie is Rick? Ja, hij heeft een lang cv, dus ik ga maar even heel snel doorheen. Rick is in 2012 begonnen met Vechel Ventures, nog tijdens zijn studie. Om cultureel ondernemerschap te bevorderen. Hij heeft gestudeerd aan de Hogeschool Zuid, sociaal werk, met een specialisatie richting cultureel ondernemerschap. Hij heeft bij het COA gewerkt, eerst als woonbegeleider in Echt en daarna als programmabegeleider bij het opzetten van een nieuwe locatie in Weert. Hij heeft geblogd bij Becoming Entrepreneur. Hij is instructeur nog steeds bij het Vista College. En hij werkt als cultuurfonds bij de gemeente Echt Susteren via de organisatie Menswel. En ook heel bijzonder, hij heeft in 2018 Vechel Fantasies opgericht. Of Fantasy moet ik zeggen, Vechel Fantasy. En daar gaan we vast nog verder op in wat dat allemaal is. En weet je wat ook wel grappig is? Rick, die heb ik al leren kennen als een niet alleen een creatief en inspirerend iemand, maar ook als een doorzetter. Wij zouden eigenlijk deze podcast vanochtend opnemen, hè Rick? maar toen had jij opeens twee lekkages bij jou thuis vanwege de verbouwing, hè? Ja, we zijn momenteel aan het verbouwen thuis en het installatiewerk ligt bij onszelf. En gisteren schijnbaar iets niet goed aangedraaid, dus dat is losgeschoten. En ik hoorde vanmorgen en ik dacht, oh nee. Dus naar boven toe, ik zal jou even appen van mag iets later. Ja, precies. En maar door. Maar gelukkig, alles is nu dicht. Helemaal weer tot rust en zen en... Ja, gelukkig. Fijn dat jij dat zo snel kunt oppakken. Want ik weet dat je net onder de douche uit bent. En ja, ook aan mijn kant geldt ook. Hè. Ik heb ook van alles moeten regelen. Mijn agenda plooien, mijn kinderen uitbesteden. En hier zitten we samen. Zodat mensen ook een beetje een idee krijgen van de achterkant van het opnemen van zo'n podcast. Ik denk, het is wel leuk om te vertellen. Maar ik vertel eens even. Wie ben je en wat drijft jou? Nou, allereerst, die samenvatting was echt heel erg netjes. Ik heb allebei banen gelukkig eruit gelaten op LinkedIn tegenwoordig. Dat was nog een heel lange lijstje. Waarvoor dank. Mijn naam is Rick Vechel. Cultuurcoach inderdaad. Daarnaast stuiter ik bij onder andere Vechel Fantasy. En bij GSSP ben ik altijd losactief. Ik woon in Midden-Limburg. Daar hebben we een huis gekocht. Of ja, een bouwval een paar jaar geleden. We zijn nu de laatste hand aan het leggen om het helemaal naar onze smaak te maken. Ja, ik heb een hond, ik heb een kat. Ik ben meer een hondenliefhebber, maar vriendin is een kattenliefhebber. Zij wilde een kat, dus ik kreeg een hond. Ja, en ik kreeg een hele saaie bestelauto. Maar goed, het ding kan heel veel tillen, dus ik ben gelukkig. Er past veel in, wil je zeggen. Ja, precies. Ja, ik ben ook hobbymuzikant, dus dan moest ik het drumstel zo inpassen. Ik ben zelf basgitarist, maar ik nam altijd alle rotzooi mee. En ja, dus een bestelbus gewoon ideaal. En het rijdt lekker goedkoop en ik kreeg toch net harder dan 100. Dus ook die verlaging van de maximumsnelheid vond ik niet zo erg, want het is cruise control 95 en Rick is gelukkig. Ja, precies. Dat is jouw snelheid dan. En vertel eens, ben jij zo'n goede muzikant, Rick? Nee. ik heb een jaar les gehad van een docent in Susteren toen de tijd. Ik ben tot basgitarist eigenlijk voornamelijk. Ik klung wat aan op de gitaar en piano, maar dat is niet echt benoemenswaardig. Maar ik merk altijd dat ik over het algemeen beter juist wordt gevraagd om de organisatorische kant van muzikantschap op te pakken. Want ook achter alles wat ik nu doe als cultuurcoach ben ik achtergekomen toen ik gewoon in bandjes ging spelen. Ook nog steeds, ik heb audities waar ik dan als bassist heen ga. En toch meestal, als ik de kans ook krijg, toch niet wordt gevraagd vanwege mijn basgitaarvaardigheden, maar vooral wordt gevraagd vanwege mijn organisatorische en boekingsvaardigheden. In beide gevallen mag ik het podium op, dus ik ben gelukkig. Maar ik weet wel dat er een heel veel extra taken bij komen, zal ik maar zeggen. Ja, en dat is dan ook precies waar jouw echte kwaliteit ligt dan, hè?
Ja, daar ben ik gaandeweg mijn eerste bandje achtergekomen. Het gewoon het structureren van dingen, het pragmatiseren van dingen. Gewoon zorgen dat alles goed geregeld is. Zit daar gewoon in. Ook Veg of Ventures is echt piepig gestart vanuit de bijnaam Rick Regelt. Dat had toen de eerste zangeres van mijn band, Ashley, had die is verrekt. Die is voor Rick Regelt. En ik dacht van, ja, eigenlijk klopt dat wel. Ja. Die tweede naam, de Veg of Ventures, klinkt dan wel iets cooler. Heb je die veranderd of hoe zit dat? Ja, nou, toen ik mijn bedrijf op aan het starten was, deed ik vrij veel aparte dingen. Heel veel dingen in projecten. Bijvoorbeeld, ik had een rockavond, een april rock. Ik had een semi-akoestische reeks staan voor Rocket. Maar nog, hoe heet het, met naam ook uit, zo lang geleden alweer. Ik had een repetitieruimte, ik had nog een metalavonden, semi-akoestische metalavonden. En ik was heel veel losse projecten aan het doen. En ik kan wel een april rock ervan maken, maar dat was maar één project, zou ik maar zeggen. En die is de grootste van allemaal. Dus ik dacht, wel goed, ik moet echt gewoon Rick hebben met een B2-nummer. En ik heb toen niet naar Rick Regelt gedacht. Dus heb ik gewoon gedacht, weet je, dat Veg of Ventures, gewoon alles onder één paraplu. Ja. Rick stuitert met een B2-nummer onder deze paraplu. Dat was een beetje het idee toen altijd geweest. Ook de naam heeft ja, langs geduurd voor alles bedenken. Ondernieuwsplan was klaar, alleen de naam, ik had geen flauw idee. Ja, is ook altijd lastig. En tegelijkertijd zegt het ook al veel over, want zoals ik jou opnoem, jouw hele cv, het zijn een heleboel ventures bij elkaar. Ja. Ik ben dat niet iemand die wat met 40 per week dus een weekje gedaan heeft, zal ik maar zeggen. Dat ga ik stuiptrekken op de banken, zou ik maar zeggen. Ja, precies. En wat me nou zo intrigeert, want je hebt iets gestudeerd met cultureel ondernemerschap. Maar je bent hebt ook heel lang bij het COA gewerkt. Hè? Waar staat die afkorting precies voor? Het COA is het Centraal Orgaan voor de Opvang van Asielzoekers. Die twee O's verdwenen, dat moet je gewoon even met een kroontje zout nemen. Nee, ik ben eigenlijk afgestudeerd in 2014. Maar toen ik aan het studeren was, hadden we net die bezuinigingsronde in het sociaal werk. Dus ik ging er eigenlijk vanuit dat ik geen baan kon vinden. Maar er was wel werk. En de Kogel Stadsmeer, of met een stichting kocht het wel aanboren. En ik kon in ieder geval op projectmatige basis werken. Naast dat ik bijvoorbeeld bij bol.com of zo aan het werken ben in het callcenter. Mm-hmm. Dus ik was de bachelor social work af aan het ronden. Naar het cultureel maatschappelijk vormer. Toen heb ik al een stukje ondernemerschap bijgepakt. Puur omdat ik in 2012 al begonnen was. Om ook gewoon daar als eerste stappen naartoe te zetten. Om ook mijn klusjes erbij, zal ik maar zeggen. Gewoon veilig doen met de Belastingdienst. Daar wil ik geen ruzie mee houden zo. Niemand, ja. Heel stom. Precies. Dus, maar toen bleek dat ik eigenlijk na het afstuderen binnen een maand kon beginnen bij het COA. En dus ja, goed. Ergens fijn. Eerste baan, laat maar even lekker gaan. Ook toen wilde ik richting huis kopen en eigenlijk, dat is toch altijd even iets makkelijker om die manier dan te kunnen beginnen. Mm-hmm. Dus toen heb ik iets langer dan een jaar als woonbegeleider en echt gewerkt bij het asielzoekerscentrum. Waar je vooral mensen binnenhaalt en eerst kennismaking met Nederland pakt. En ze begeleidt naar een beetje alle dagse zaken. Wij zijn gewend heel papierwerk te hebben met bepaalde normen en waarden in Nederland. En de nieuwelingen moeten die op een of andere manier ook te horen krijgen. Dus ze moeten gewoon een wijk dumpen en zeggen succes ermee. Dus dat begin je bij het COA, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En toen kwam die hele rit met Syriërs en Eritreërs er dan bij kwamen. Die grote pieken toen altijd, toen heel veel paniek was in het nieuws. Toen heb ik weer opgestart. En ik heb dus ook nog projecten gaan in Den Haag en Utrecht. Om daar ook nog wat meer op ook meer beleidszaken, maar ook steeds gewoon kijken naar opvangvorm, hoe gaan we die verbeteren, tot alle mensen een goede start krijgen als ze mogen blijven. Ja, precies. Dus je hebt eigenlijk in die organisatie best wel behoorlijk veel gedaan, als ik dat even zo snel beluister. Ja, en ook jarenlang met heel veel plezier. Ja. En wat vond je het allerleukste daaraan? Oh, dat is een goede vraag. Ik denk dat het bijna voor alles geldt. Ik prijs mezelf succesvol als andere mensen succesvol zijn. Dus daar heb ik een keertje ook wel eens afgesloten met iemand die net in Nederland kwam. En die was heel gedreven om de taal te leren. Ik zei, weet je wat, als jij binnen 3 maanden mij kunt verstaan op mijn spreektempo, zorg ik voor een leuke verrassing. Ja goed, het was iets langer dan 3 maanden, maar hij heeft wel gewoon gered. En dat soort doelen stellen mensen helpen om die doelen te bereiken op die manier. Een beetje echt het agogisch werk, of vanuit het sociaal werk. Het veranderkundige gedeelte, dat vind ik echt ontzettend leuk. Dus laat mensen hebben wat ik kan helpen om hun doelen te bereiken. Super tof, word ik heel erg gelukkig van. Dat herken ik ook. Heet dat agogisch? Ik wist niet dat dat zo heette. Ja, daar kwam ook, het is mijn opleiding achter. Ja, ik zag het inderdaad staan bij je opleiding, maar ik denk, ik ken dat woord niet. Dus fijn dat jij dat eventjes uitlegt. Agogisch is een veranderkundige. In principe is dat het mensen begeleiden naar verandering wat ze willen zien. Ja, of de maatschappij wil zien. Ja, en ik zie de link bij het ondernemerschap natuurlijk ook meteen. Dus wat je hebt gedaan voor de asielzoekers is ook iets wat je doet voor ondernemers en voor culturele ondernemers, denk ik. Ja, een beetje alles wat ik met Ventures doe is vooral gericht op het soort anderen hun ding kunnen doen. Ook toen ik bijvoorbeeld, als ik even met mijn bandcoaching zat, toen altijd als freelancer,
was ook van, het maakt me niet uit of je jazz maakt of keiharde death metal. Interesseert me helemaal niks van jij, maar tof vindt wat je doet. Maar laat me in ieder geval helpen om die zijdingen in orde te maken. Dat je repetitieruimte nodig, dat je zonder gehoorschade aan het repeteren bent. Dat je papierwerk in orde is. Dat je die, alsjeblieft, geen bandpot aanmaken, maar gewoon een degelijke financiële structuur weet op te bouwen met je geld dat je verdient. En dat je een beetje op die manier ook alles op een goede manier kunt aanpakken. Dat je structuren kunt leggen van tevoren, zodat je die stappen kunt maken. Ja, precies. Oh, dat herken ik ook wel met de manier waarop ik werk. Ik maak een soort van platform, hè, waarin al die basisingrediënten geregeld zijn, zodat zo'n ja, de mensen, maar ook de plek tot bloei kan komen. Dat doe ik ook. Ja. Precies dat. Ja. En jij doet nog meer veel met het grondwerk. En ik moet zo zeggen, dat trekt daarna een beetje meer rennen. Ja, ja. Nou ja, ik doe het, zeg maar, het mensenwerk ook. Want dat is eigenlijk altijd de manier waarop ik gebieden die kampen met leegstand en neergang weer nieuw leven weet in te blazen. Dat lukt niet met stenen, dat lukt niet met geld alleen. Dat gaat altijd via mensen. Het is een heel slechte voorbeelden van alleen stenen inderdaad. Ja, ja, ja. Dus in die zin herken ik gewoon ook veel van wat jij doet. En zie ik ontzettend veel gelijkenissen natuurlijk, ja. Nou heb ik net ook al even benoemd het Veghel Fantasy gebeuren. Nog niet zoveel over verteld. Ik weet dat jij dat heel bevlogen kunt. Dus vertel eens, wat is Veghel Fantasy? Ja, dit is een leuke moeilijke. Want ik heb nog steeds geen goede korte benaming gevonden voor Veghel Fantasy eigenlijk. Maar ik heb eigenlijk, een paar jaar geleden was er een vraag naar spelonderwijs, leesonderwijs. Alles moest met spellen gaan en een beetje onderwijstrends. Maar een boek lezen is heel persoonlijk. Dus ik ben eigenlijk aan de slag gegaan om te kijken hoe kan ik lezen interactief en leuker maken. Want ja, lezen is eigenlijk nog een solistisch hobby. Niemand applaudisseert als je dit boek uit hebt, helaas. Het kost je best veel tijd en moeite, want je bent gewoon op drie dingen focussen. Lezen, vasthouden, goede licht moet hebben, et cetera. En toen ben je begonnen door het bos van Dungeons & Dragons te gebruiken. Eigenlijk voor alle hoogste eigenschappen. En dat is eigenlijk fancy geworden uiteindelijk. Dat was een test voor Dan zeg je het wel heel snel. Ja. Dus je bent Dungeons & Dragons gaan inzetten om... Om agogische processen te bewerkstelligen. En een stukje entertainment natuurlijk. Maar misschien even kort, om nu even dat voorstrekt gehad hebben, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Veghel Fantasy is in principe Dungeons & Dragons en andere bordspellen. Die worden gebruikt voor entertainment en ontwikkeling. Ik denk dat de kortste samenvatting is die ooit van Veghel Fantasy heb gegeven. Die heb ik opgeschreven, die ga ik nooit meer herhalen waarschijnlijk. En ik vind hem heel erg handig. We zijn dit aan het opnemen, dus we kunnen het zo meteen. Dan kan je het lekker terugluisteren, Rick. Yes. Dat is handig, hè? Ik ben 2,5 jaar bezig en ik heb nu pas een korte omschrijving. Nou, geweldig. Als dat deze podcast al voortbrengt, dan ben ik dus dolgelukkig ook. Ja, ik nu wel. Ja, fijn, fijn. Ja, maar toen jij hebt me eerder over verteld. Ik vind het ook gewoon geweldig dat je dat benut om het lezen gewoon weer plezierig en aantrekkelijk te maken voor jonge mensen. Want ja, ik ben ook moeder. En ik weet hoe moeilijk het is om die kinderen aan het lezen te krijgen. Want die hebben gewoon zoveel andere dingen. Ja, hoor, ja, gewoon tablet vol met duizenden apps en YouTube en Netflix en noem het allemaal op. Ja, er is heel veel leuke concurrentie wat meer flashy is. Een boek doet uit zichzelf niks, dat ligt daar. En sommige mensen gebruiken een scherm op te hogen. Maar ja, voor de rest, ja, in de tv zet je aan, die hoeft niks meer te doen. Die is heel passief binnenpakken. En hoe je de leesvaardigheid van jongeren tegenwoordig, is het schrikbarend. En ja, ik snap het wel, want alles moest met tablets en ook het onderwijs met alles met Chromebooks en tablets en leuk. Het schrijven gaat er jaren achteruit, het lezen gaat er jaren achteruit. Maar het is ook heel moeilijk, want in Nederland zijn er in principe maar twee projecten die echt met leesvordering helpen. Dat is een schrijver op bezoek voor een middag. Heel vaak een middag althans. Je kon bijvoorbeeld aan een stukje voorlezen, een stukje signeren. Maar vooral voor kleine scholen is dat bijna niet te doen. Komt het ook gewoon, die man heeft ook gewoon zijn uitrief natuurlijk. Ja, tuurlijk. Aan de andere kant heb je de schoolschrijver. Ja, het is goed. En dan krijg je een schrijver op bezoek die ook gaat schrijven met kinderen. En daarmee je natuurlijk ook lezen om een paar opdrachten te pakken. Maar dat is ook een behoorlijk traject, zal ik maar zeggen. En ik heb nu gewoon gezegd, weet je wat, ik pak verhalen en zagen, ofwel zelf bedacht, ofwel iets waar ik een bijvoorbeeld bepaalde belevingswereld aan kan pakken. En dan ga ik de hoofdpersonen gewoon niet maken. En dan mogen de kinderen de rol van hoofdpersoon vervullen. Terwijl ik als spelleider alleen de situatie omschrijf. Zij maken hun keuzes en dan komt de dobbelsteen die zegt, gaat dit goed of gaat dit miserabel falen? En dat is in principe Dungeons & Dragons in een notendop. En ik heb dus nu een hele makkelijke kinderversie ervoor gemaakt. Het lijkt er niet eens maar echt helemaal op, maar het werkt prima. Maar het geeft wel dat stukje eigenaarschap aan de kinderen terug. Ze kunnen zelf gewoon de lijn pakken. En als ze na een paar avonturen verzot zijn op dat piratenverhaal, kan ik heel snel zeggen, hé, maar dan moet je misschien dit boek eens even lezen. Want misschien niet verklappen, maar
dat heeft mij dit laten bedenken. Dus dat is super handig om te lezen. En dan heb je wel een beetje die trigger al dat mensen willen gaan lezen. Dat ze al een keer gegrepen zijn. Ja, precies. Dat ze het willen. Ja, als je dat kunt bereiken, hè, van die passieve houding, van dat ja, geëntertaind worden via de Netflix en dat soort dingen en de spelletjes. Via jouw fechel fantasy richting, hey, ik wil dit ook zelf. Ja, dat vind ik wel bijzonder hoor. Dat vind ik heel agogisch. Ja, kijk. Nee, dat is ook, ik heb het toen gedaan voor een paar scholen. En toen had de bibliotheek ervan gehoord en die zei, maar dat willen wij ook. Dus toen kwam ik weer naar de domeinen toe. En die hebben me nog altijd, die laten met de schoolweken huren ze me in. We hebben nu 6 locaties en het is absurd om te zien hoe goed het gaat. En wel pre-corona hadden we rond de 75 deelnemers op die locaties. Mm-hmm. Nu zijn er wat minder geworden, omdat niet alle kinderen digitaal mee konden doen. Want ja, eigenlijk was mijn grootste punt ook, haal je kind 2 uur bij schermen weg. Ja. En toen zei ik, corona, ga alles maar digitaal doen. Dus daar was ik zelf niet heel gelukkig mee. Nee, dat snap ik. Het heeft me ook daarom 3 weken geduurd om het digitaal op te zetten. In principe was dat gewoon webcam plaatsen, linkje verzenden, klaar. Maar ik wilde het zelf niet. Nee, precies. Je had zelfs zoiets van, dan wil ik juist de andere kant op werken. Ja, snap nou, dus ook ik. Nu ben ik ervoor gewoon met de storytell en de luisterboeken bezig geweest met de vakantiebiep. En de luisterbiep van de bibliotheek. Om gewoon wel die kinderen wel in die verhalen te blijven houden. Ja. Maar er was nu het tweede schooljaar op het doen nu inmiddels. En ik ben ook in kijkraden geweest. Dit jaar gaan we nog starten in Nut, Kijkraden, Heerlen. Eindhoven en Drunen zijn ook al aan de slag. Dus zelfs nog nu een paar mensen gewoon heb. Een paar extra freelancers om me op te helpen. Want ik red de rest dit niet eens meer. Laat staan de rest. Ja, precies. En dat is echt wel heel tof. Oh, dat lijkt me ook heel leuk voor Helmond. Want daar zijn ze bezig met jeugdvriendelijke stad. Ik denk dat er heel mooi op aansluit. Ja, ik zal het wel eens daar onder de aandacht brengen voor je. Ja, graag. En het werkt. Het scheelt ook namelijk D&D heeft ook heel veel sociale en cultuursensitieve punten eraan, zal ik maar zeggen. Het is een groepsspel. Samen uit, samen thuis staat ook ver op bovenaan nummertje 1. En je merkt wel gewoon dat je daarmee ook heel leuk sociale verbinding tussen kinderen kunt zetten. Ja. Bijvoorbeeld, ik had in het begin nog een jongen die wat heel erg stil en verlegen was. En ik heb geen steeds meer erover die krijger gegeven, want hij moest wel wat meer zijn school komen. Ja, en toen kwamen zijn ouders een keer naar me toe tot hij een straf kreeg op school, omdat hij dus nu brutaal aan het worden was. Dus hij was een beetje doorgeschoten. Maar dat is wel wat gewoon, ja, het was nog geen 2 maanden met dit spel kon. Gewoon dat die ene groep zichzelf voorzichtig kon proberen. Ah. We hebben nu ook een zorgpijloop met kinderen met een lichtverstandige beperking. Ook bijvoorbeeld autisme, om bijvoorbeeld ook sociale situaties kunnen oefenen zonder dat er een echte wereld consequentie aan vast zit. Ah, fantastisch, want ja. Met een verzonnen shopkeep, zal ik maar zeggen, een verzonnen winkelier, een gesprek aangaan, en dat gaat fout, dan heb je achteraf een reflectie, dat is goed. Maar je hebt wel die belevingswereld erin gezet. En vooral voor sommige kinderen scheiden fictie en non-fictie wat moeilijker, vooral met een beperking. Dus dat voelt hier echt voor. Je kunt het op een hele veilige manier goed zetten. Maar ja, als een echte winkel fout gaat, heb je gedoe. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk het grote voordeel van gaming, hè? Dus serious gaming, dat je kunt uitproberen en oefenen en dat als het dan verkeerd gaat, dat het gewoon een leermoment is. Dat zou in het eigen leven, het echte leven eigenlijk ook veel meer moeten zijn. Hè, we zijn veel te veel geneigd om elkaar dan af te straffen, zeg maar. Terwijl ja, je wil je ontwikkelen en dan heb je ook nodig dat je fouten kunt maken. En als jij daarvoor zo'n veilige omgeving biedt en mensen ook prikkelt en uitdaagt om zich te ontwikkelen. Ja, hoe fijn is dat? Ja, precies dat. Al moet ik wel zeggen, met serious gaming, dat en gamification, dat ontwijk ik een beetje. Ja? Want je hebt ook heel veel chocolate-covered broccoli gekregen. Er zijn nog altijd... Wat? Chocolate-covered broccoli. Dat is een term, ik heb zelf niet bedacht. Het is van iemand die wat ook ludodidactiek geschreven heeft. En ludodidactiek is spelenderwijs leren. Ja. En heel veel scholen hebben gamification toegepast, als in je krijgt een sticker als je huiswerk af hebt. Maar dat is niet gamification. Dat is gewoon een bloemensysteem pakken en zeggen dat je het games gehaald hebt. Dus daar zit wel ook sommige scholen zeggen, ja, we gebruiken ook D&D. Maar dan begin ik heel snel kriebels te krijgen, want dan heb je van, nee, je hebt gewoon nu een heel leuk spel, heel erg saai gemaakt. Ja. Je hebt bijvoorbeeld je rapport wordt gedaan in een karakterblaadje. Er is niks zo dodelijk voor de enthousiasme om een spel, om dat ervan te maken in onderwijs of werk. Dus daar ben ik wel voorzichtig in om die termen toe te passen. Omdat ze gewoon heel erg misbruikt worden tegenwoordig. Ja, maar dat vind ik natuurlijk ook. En ik krijg ook wel jeuk van serious gaming, omdat het vaak, ja, daar wordt er zo'n gesimplificeerde versie van de werkelijkheid gemaakt. Ja. Dat het, dat daagt het mij niet uit, zeg maar. Dan denk ik van, ja, dat is leuk. Is net
Net als wanneer er een bijzondere technische ontwikkeling is gedaan. Dan hebben ze een soort van oplossing gecreëerd. En dan wordt het oplossing zoekprobleem. Hè? Dus je hebt een technische... Eens op de TU heb je iets gemaakt. En dan zo van, ja, nou, waar zou het nou eens voor kunnen toepassen? We verzinnen wat, weet je wel? Dus dat heb ik ook vaak bij Serious Gaming. Dat ik denk van, ja, dan wordt het... Ja, je moet het wel goed doen. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat dit soort dingen een geweldig middel is voor een bepaald doel. Maar het moet geen doel worden. Ja. Zelf, als ik in het goeie werk, ik gebruik muziek, verhalen vertellen, lezen, schrijven, dans, whatever. Maar dat zijn hele goede vormen om tot agogische veranderingen te komen. Dat ik ben bijvoorbeeld best goed geworden in boekhouding, omdat ik geen voor de band de boekhouding deed. Ik moest het doen, nou, ik regel, dus ik moest aan de slag. Maar juist daar ging ik wel andere dingen leren die niet zo leuk waren. Maar wel met het uithangbord met, dat doe je voor die band. Dus daar ben je wel sneller geneigd om dat stuk ook te pakken en snel te leren. Ja. Ook het jongerenwerk, als we nieuwe jongeren binnen willen halen, pak een vette graffiti-workshop, we komen allemaal jongeren tegen. En dat is het moment dat wij kunnen zeggen, laten we elkaar verbinden om die doelgroep te helpen. Ja, precies. Cultuur is een geweldig middel daarvoor. Net zoals sport trouwens, maar ik ben geen sporter, dus dat ga ik niet zozeer ambassadeuren, want dat gelooft niemand. Nee, precies, maar als jij een hele goede sporter had willen worden, hè? Ik weet niet of ze jou hadden opgesteld om jouw regelcapaciteiten in een elftal, maar... Precies. In ieder geval... Op de reservebank tot de boekhouding gedaan moet worden. Dat idee. Oh, lachen. En als de derde helft ermee moet doen, is het ook goed. Want dat is de leukste helft, dus dat scheelt. Ja, dat scheelt dan weer. Hey, en ik weet dat jij actief bent in het versterken van het culturele klimaat. Een echt zusteren. En wat is daarbij jouw belangrijkste focus? De afgelopen jaren was dat de cultuureducatie in de gemeente Echt Zusteren. Daar was, vooral voor de basisscholen, daar moesten ze echt van... Alleen bezoeken van cultuurvoorstellingen en enkele workshops... Echt naar cultuureducatie met kwaliteit, een landelijke stroming, zoals dat heet. En dat vroeg gewoon veel meer hands-on met cultuur bezig zijn dan alleen maar bijvoorbeeld een dansvoorstelling en daar 3/4 van je budget aan hebben opgemaakt. Dus ik ben heel veel bezig geweest de afgelopen jaren om eigenlijk gewoon die stukken te verankeren, tot ook de scholen weten waarmee ze aan de slag kunnen, wat goede workshopleiders zijn, en waarmee ze ook een onderwijs kunnen combineren met cultuur in plaats van een extra muzieklesje erbij. Vader Jacob leren spelen op piano is heel erg leuk. Maar het is misschien veel interessanter om bijvoorbeeld een geschiedenisonderwerp te vermengen met een muziekles. Dat je bijvoorbeeld een tekst maakt over iets dat je aan het leren bent, bijvoorbeeld. Of kijk naar de muziek van een bepaalde episode om bijvoorbeeld daarmee de serie van 4 te oefenen. In heel veel 4/4 noten, zo gezegd. Dus meer om die mix te maken. En afgelopen jaren is daarbij komen toe wetenschap met techniek nu aan het mengen bent met cultuur. Dus om bijvoorbeeld een audioboek gaan maken, noem het geks. We pakken het schoolonderwerp, daar maken we een verhaal van. En dan gaan we die opnemen en dan gaan we geluidseffecten toevoegen. En wat is cooler dan een paard nadoen door middel van kokosnoten van Monty Python? Ja. Super tof. Maar ja, dit is wel ook een lager werk voor de kinderen om ook gewoon die techniek en coderingskant op te pakken. En daarnaast mag ik dit jaar me lekker gaan benutten op het middelbaar onderwijs. Dus we gaan kijken voor cultuurclubs na school. Waardoor de eenzame makers thuis samen kunnen komen en gewoon samen toffe dingen gaan bedenken. Of we kunnen vragen, Rick. We willen hier beter aan worden. Hoe gaan we dat doen? Nou, we gaan een workshopleider zoeken. Let's go. Gaan jullie organiseren. Ik zorg voor de locatie en waarschijnlijk ook heel veel voor de financiën. En dan komt het helemaal goed. Yeah. Maar dat we ook daarmee samen kunnen werken. Of op een kunstband of naar andere popspots voor kunnen gaan groeien. Om juist ook daar serious te zijn over een hobby, zo gezegd. Ja. Dus ik hoor jou allemaal dingen zeggen van blurring, van vermenging. Ik hoor jou vertellen over verbindingen leggen tussen verschillende instellingen, zou je kunnen zeggen. Dus onderwijs, dus cultureel, dus ook techniek. En ik hoor jou ook zeggen van, ik zorg dat ze veel sneller kunnen professionaliseren. Ja, dat platform, dat bouw je ook voor ze. Ja. En dan zit er ook nog heel veel verbinding in de wijken bij. Bijvoorbeeld komende donderdag mag ik weer met mijn collega's opbouwwerk. Mag ik de wijk in? We gaan met een caravan, een mobiele ontmoetingsplek, gaan we de wijk in. Door corona hebben we lange tijd niemand gezien. Dus we hebben nu gezegd, weet je wat we gaan doen? We gaan de wijk in, we gaan gewoon mensen opzoeken. Buiten, lekker in de buitenlucht, 1,5 meter tafels allemaal, heel veel extra stoelen mee. Wij nemen de koffie mee, wij nemen alles mee en let's go. En dat werkt ontzettend fijn. Dus eindelijk, zeker na 3 maanden, we niemand mocht zien, vooral de oudere doelgroep niet, de risicodoelgroep in deze gekke tijd. Ja, daar konden we gewoon even niks mee. Want ja, bij hun thuis was het vaak wat te krap of te konden we het niet. Zij waren soms ook gewoon bang en terecht. En nu zijn we langzaam kijken van, jongens, weet je wat, we gaan op een centrale plek in de buitenlucht. Caravan goed open, 3 kannen koffie en thee en water en ranja en weet ik wat allemaal. Kom maar. Ik neem wat muziekinstrumenten mee, een soort van
een groot whiteboard waar mensen op kunnen schrijven, kunnen tekenen, weet ik veel allemaal. En vooral om mensen gewoon weer eens te zien, eigenlijk. Ja, precies. Dat ze elkaar weer eens ontmoeten ook. En jij zorgt voor de leuke vibe. En inderdaad de caravan met de koffie en de thee en de koekjes. Ja, met de teenslingers en weet ik wat allemaal. Echt, we hebben het echt heel zomers aangepakt. Allemaal lekker zo'n bloemenkrans om. Zo lekker van die wijde blouses, korte broekjes, teenslippers. En als gewoon lekker zomers van jongens. Ja, laat elkaar gewoon ontmoeten op een veilige, verantwoorde manier. Maar wel dat je het ook weer met hoefdvuren aan de slag kunnen. Ah, ja, ja. Dus verveling is de grootste vijand van de mens. Daar ben ik zonder meer voor overtuigd. En ook de vereenzaming, vooral voor de ouderdoelgroep, ligt op de loer. Dus die contacten zijn heel belangrijk. We kunnen wel blijven bellen. Maar dan moet je hopen dat er geen gehoorschade of geen gehoorapparaatje is wat weer allemaal moeilijk maakt. Videobellen en ouderen is ook niet altijd even makkelijk. Of je hebt alleen maar de onderkant van het gezicht. In mijn geval is het alleen maar haar. dus dat ligt ook niet altijd even handig. Dus we merken altijd dat er echt wel doelgroepen zijn die dit echt nodig hebben. En het vergroot onze zichtbaarheid ook heel erg. Als wij in één keer een heel plein afzetten, toen we dan met een caravan en een fietskar met een tafelblad staan, en weet ik wat allemaal. Ja, tuurlijk. Je bent gewoon een soort van pop-up festival op 1,5 meter, ben je? Ja, dat is misschien wel de beste omschrijving. Oh, wat leuk, joh. En dan trek je gewoon allerlei verschillende buurten in. Ja, we hebben in de gemeente Exust hebben we 9 kernen. Dus elke kern gaan we 1 keer langs. Ah zo, ja. En momenteel, we hebben tussen 20 en 30 personen per keer. En vooral de kleine dorpen, zal ik maar zeggen. Is dat heel erg tof. Ja, en ik heb het over buurten, want ik woon in de stad. Maar inderdaad, het zijn gewoon de kernen zijn de dorpen, hè? Ja, klopt. Ja, en Eindhoven, inderdaad, is het heel klein, maar goed. Hier trek je, zou je dan met je caravan van buurt naar buurt trekken. Nou, bij jullie trek je dan van dorp naar dorp. Zoveel verschil is dat ook niet. Het gaat om waar je de mensen vindt natuurlijk. Ja, precies. En wat haal je daar op? En ik kan het helemaal voor me zien dat je daar in je zomerse outfit, wel met een warme baard. Is het echt isolatie tegen de warmte? Dat werkt. Ja. Ik heb lange haren. Mijn vraag is ook altijd, heb je die warm met die haren? Maar ik kan me voorstellen dat je heel veel vrolijkheid en gezelligheid en lol brengt. Maar wat haal je op dan? We zijn nu kijk voor waar zijn behoeften bijvoorbeeld bij een bepaalde doelgroep. Waar bijvoorbeeld laatst hadden we in, waren we een echt. En toen kwam er een oud echtpaar dat op zoek was naar een soort van mediaclubje. Ze wilden niet nog een keer zo'n iPad-cursus. Maar ze wilden echt gewoon met een groepje gebruikers van iPads en andere tablets. Gewoon eens kijken, wat doen jullie ermee? En hebben we goede tips voor elkaar. En dan gewoon lekker in een sociale setting. Dat weet je elke donderdagochtend of zo ergens. Kopje koffie, groepje bij elkaar. En als we daar samen ergens niet uitkomen, dan bedankt kunnen kijken of we daar misschien wat jongeren voor halen. Of misschien een workshop binnenhalen van de bibliotheek. Of van die nog heel veel mediawijsheid. Dus dat was bijvoorbeeld een hele concrete vraag die we het opgehaald hebben. Nou, er waren een paar mensen die wat van klagen waren over de voorzieningen. Er was een zo'n boerbaan, maar die was al jaren niet meer onderhouden. Dus dat was echt gewoon zo'n... Een hollenveld. Ja, weet je, er was 1/3, zou ik zeggen, wat gewoon extra een handicap had, zou ik maar zeggen, om een wortel te uitstaken. Dus dat is heel moeilijk gooien. Dus er was gewoon heel, ook soms hele duidelijke signalen van, ja, het is gewoon hier een beetje verloederd, dat willen we, of we willen dit graag in het gemeenschapshuis. En soms ook, ja, goed, ik zoek anderen voor zo'n mediaclubje, voor mijn tablet. Dus dat zijn wel dingen die we op kunnen halen tussendoor. Maar je merkt vooral dat mensen gewoon heel blij zijn dat er weer contact is. Dat is het grootste deel wat we momenteel eigenlijk echt bewerkstelligen, waar mensen ook echt heel blij mee zijn. Ja, dat snap ik. En houden mensen dan ook die 1,5 meter? Ja, nou, we hebben een meetstok bij ons. Oh, en we continu dus gewoon dat tussen mensen aanzetten. En toen ging tegen mensen te kijken van, doe eens normaal. Nee. Veilig verantwoord. Dan heb ik mondkapjes in de caravan liggen gewoon voor het geval dat. En gewoon doen we wel op je inletten die kunnen doen. Ook als we de plaatsing maken, s'morgens, als we alles neerzetten, zetten we alles gewoon echt al bij voorbaat zo ver uit elkaar. En ook natuurlijk zelf met 5 man geeft het goede voorbeeld. Dan gewoon lekker allemaal op de goede juiste afstand te zitten. Natuurlijk, als je een echtpaar hebt, zet je dichter bij elkaar. Maar daarna is gewoon weer direct uit elkaar zetten. Om ook gewoon die 1,5 meter netjes te kunnen waarborgen. Ja, want dat is wel belangrijk, hè? Want mensen hebben het ook vaak niet meer in de gaten. Ik was gisteren in een winkel en toen dacht ik van, jeetje, ik neem eigenlijk die 1,5 meter heel serieus. Maar het viel me tegen hoe mensen daarmee omgaan. Ik kan me voorstellen, als je dan zelf iets organiseert. Ja, dat was de gemeente was er heel bang voor in het begin. Ik zei van, ja, hoe ga je dat doen? Ik zeg, ja, goed, ik heb een meetstok bij me. We hebben nog een paar andere dingen van 1,5 meter meegenomen. Gewoon, weet je al, bijvoorbeeld, wat hadden we nog bij ons laatst? We hadden zo'n standaard bij ons, zo'n banner. Die hadden we 1,5 meter gezet. En die hadden we een breedte gehangen voor de verandering. Dat je ook kan zien, ga maar daar mooi lang staan. Zo voelt 1,5 meter. En dan heb ik de meetstok tussendoor. En het werkt wel heel goed. Maar als ik gewoon kijk in de winkel, inderdaad.
ergens heb ik het geluk, ik heb hooikoorts. Dus als ik een keer niest, zie iedereen meteen, als paniek uit elkaar rennen. Dat werkt heel erg goed, moet ik bekennen. Dan herinneren ze zich wel die anderhalve meter. Maar ja, voor de rest, het wordt niet altijd even netjes meer in orde gehouden, moet ik eerlijk bekennen. Maar ja, ik hoop wel dat we ze hiermee gewoon even extra herinneren. Jongens, kijk hier, mooi anderhalve meter, het latje er tussen. Geeft de mensen echt heel boos naar me kijken van, had die stok in mijn gezicht. Anderhalve meter. Ja, precies, ja. Wat een fantastisch voorbeeld, zoals je dat organiseert met de caravans de dorpen in. Wat is dan eigenlijk de kern van jouw aanpak? Kan je dat zo in een paar woorden samenvatten? Eigenlijk in één woord. Erop af. Ja. En dat is ook een boek toevallig van mijn opleiding. Dus dat was ook echt ingedoctrineerd, zal ik maar zeggen, op de opleiding. Maar na de doelgroep toe, wat is jullie behoefte? Hoe gaan jullie werken aan die behoefte? En ik help jullie en rem met jullie mee. Mensen zeggen, Rick, je moet het voor me doen. Is mijn standaard antwoord, ik moet ademen. En als vochtig een broek aantrek, de rest is optioneel. En dat neem ik ook graag mee in het werk. Als iemand iets graag wil bereiken, ik wil ze best helpen. Ik wil ze best stimuleren en ondersteunen. Maar zij moeten de meters maken. Ja, ja. En wat viel er enorm tegen en ga je nooit meer zo doen? Oeh, dat is een hele leuke, moeilijke vraag. Nog zo'n verbouwing momenteel, ja. Een project als dit was wel heel erg rigoureus om tussendoor te moeten doen. Maar nee, het gaat echt om mijn werk. Ik moet bekennen, ik heb een beetje ik heb al een keer een burn-out gehad. En eigenlijk is het bedoeling dat je daar rustig aan en weer op gaat bouwen. Dat heb ik niet gedaan. Ik ben gewoon tijdens mijn burn-out af gaan bouwen, omdat ik het weigerde om dingen los te laten. En ik moet wel continu letten dat mijn balans goed blijft. Dat ik echt wel een zekere mix pak tussen mezelf opladen en dingen doen die ik moet doen. Ja. En die balans, daar moet ik eigenlijk wel meer aandacht aan blijven besteden. Ja, ja, ik herken hem helemaal. Ik heb ook een burn-out gehad. En ik denk om dezelfde reden als jij. Omdat ik het geweldig vind om mensen te helpen en om projecten te ontwikkelen en situaties vooruit te helpen. Oh, tof. Ja, tof. En ja, op een gegeven moment, mijn rug zit vol. Nee. Ja, precies. Hè? Dus dat je te veel geeft. En dus ik hoor dat ook wel een beetje terug in wat je net in zo'n bijzin zei van... Ik wil mensen heel erg helpen, maar ze moeten vooral zelf de meters maken. Ik denk dat je al haast een burn-out gehad moet hebben. Ja, dat is een type zoals jij en ik, zeg maar. En veel aan de vele anderen die ook heel graag mensen helpen en geven. Dus in ieder geval zeg ik ze dat aan de voorkant, dan dat ze dat moeten ontdekken via een burn-out. Ja, precies. Precies dat, ja. Nee, dus dat wilde je ook zeggen, ja. Zeker ook als je mensen zo wil stimuleren en je merkt het sommige gevoel niet lukken. Je voelt toch verantwoordelijk ervoor, ga je toch zelf oplossen op een gegeven moment. En ik heb echt wel even moeten leren om dan gewoon soms te zeggen, dan brandt het maar eventjes. Ja, precies, ja. Nou ja, heel herkenbaar. En dan wil ik nou even een bruggetje maken naar de stadsharten, want dat was een beetje de aanleiding. Ja, maar sowieso vind ik het heel leuk om met jou in gesprek te zijn en om van jou te leren. Zijn stads- of dorpsharten belangrijk voor jou? En waarom wel en waarom niet? Ja, ik ik moet bekennen, het ligt een beetje aan hoe en wat. Er zijn steden waar ik heel graag kom, maar ik echt gewoon geniet van de energie die om me heen zit. Maar zoals we ook een keer al eerder besproken hadden, ik heb een tijdje in Roermond Centrum gewoond. En ik hield van Roermond zodra de winkels dicht waren. Dat je zo'n stadcentrum dat overdag echt wel heel veel mensen binnenhaalt. Het Duits niet zo gezegd. En s'avonds leek het een gespookstad. Gewoon een beetje winkels waren dicht, in één keer stilte. En dat is zo heerlijk onwerkelijk om dan een wandeling te maken door de stad heen. Maar je wel nog al die ouderwetse gevels ziet met af en toe moderne elementen. Maar dat het gewoon zo ontzettend stil is. Dat is een hele gekke gewaarwording. En ja, precies, een vervreemdend effect. Dat vond je er dan mooi aan. En vooral mijn eigen drukke, ik ga van alles nog wat doen. Gaf dat ook wel een stukje van, even stilstaan. Oh, wat tof. Dus ik merk altijd dat wel een dingetje is. En ja goed, ik vind wel, dus de voorzieningen moeten er zijn in de stad. De groene basale voorzieningen. Bijvoorbeeld Exuster heeft geen heel groot centrum. Maar in principe hebben we alles dat je moet hebben om... Van fietsenmaker tot de HEMA, tot de bakker, tot kleren, zal ik maar zeggen. In principe hebben we alles hier voor een heel goed... gewoon standaard weg mee te kunnen komen. En ja, als ik kijk naar naar dorpsharten... Ik denk vooral dat de sociale contacten in een dorp hebben moeten maken, ja of nee. Zeg je, nou, zoals we ook eerder al ook echt over eens waren... Steen alleen wordt het niet. Mm-hmm. En je ziet heel veel van die nieuwbouwprojecten met nieuwe ruimtes... En daar staat dan een heel mooi leeg de komende 2 tot 10 jaar. Omdat er gewoon geen draagvlak voor is. Dat er geen bottom-up dingen zijn benaderd. Dat vooral een projectontwikkelaar die onder binnen heeft gehaald. Zonder zich echt te bekommeren over hoe gaan we dat vullen. En dat is wel iets dat ik helaas te vaak zie. Van die mooie nieuwbouwdelen van centra.
waar er niks gebeurt. Ja, precies. Ik zeg altijd van, de vakwereld zijn we heel goed in het maken van tekeningen. Hè, van, zo gaat het eruit zien. We zijn niet goed in het maken van plannen, in hoe het ook echt gaat leven. Ja, precies. Hoe het lange termijn gaat, het ook gewoon leven heeft. Ja, precies. Dat mensen er iets te zoeken hebben, dat ze elkaar daar weten te vinden, dat ze dingen samen ondernemen, et cetera. Ja. Want ik vind het wel grappig, want jij beschrijft dus hoe graag je dan door zo'n lege binnenstad loopt, hè, voor het vervreemdend effect. Maar ik heb je leren kennen en de luisteraar ook als iemand die juist heel graag mensen verbindt. Hè, en allerlei, hè, als het er niet is, een ontmoetingsplek, dan maak je hem wel. Dan kom je met een caravan binnenrijden. Ja, dat klopt. Ja, het is, nou, het is lekker tegenstrijdig. Ik realiseer me dat ook wel. Maar dat is nou ook wel, wat vraagt mijn werk voor mij? En wat vinden we voor een bepaalde buurtambitie belangrijk? Wat is je eigen voorkeur? En om terug juist over tussen mensen zit in mijn werk, heel vaak, is, vind ik het gewoon af en toe heerlijk om gewoon rond te kunnen lopen en te zeggen, nu vind ik niks. Ja, dus dan, dan is die spook tegen zo'n bijvoorbeeld, als het gaat om stadshart, ik vind Utrecht een ontzettend mooie stad. Ik ben er helemaal verliefd op geworden. Heb ik iets specifiek waardoor ik dat zeg? Nee. Ik weet niet, van de reden vind ik het daar gewoon prettig. En zoek je het ook op? Ga je erheen? Of is het... hoe is dat voor jou? Nou, als ik een excuus heb, doe ik het graag. Bijvoorbeeld, als ik op mijn werk bijvoorbeeld een dag in Utrecht toe moest om te werken, en ik moest over 3 dagen later weer zijn, ging ik wel kijken, kan ik hier niet gewoon langer blijven? En dan ga ik tussendoor ook gewoon hier maar wat doen. Dan hoef ik dan door de binnenstad slenter en ergens gewoon ga flexwerk aan de gracht, zal ik maar zeggen. Of dat ik wel wat langer bevangen in de avond bijvoorbeeld, om de spits dan te ontwijken als moest. Dat merk ik bij mezelf wel, dat ik dat echt wel even deed. Nog eens nu een paar dagjes weg wil bijvoorbeeld, kan je in Utrecht toe. En ja. Die kant op. En natuurlijk, het is ook zo, Nederland is niet zo groot. Van Middel-Limburg naar Utrecht is 1,5 uur als ik weg heb, dus ja. Ja. Dus in opzicht zijn die ritjes ook snel gemaakt, om ervan te kunnen genieten. En als jij kleding nodig hebt of iets dergelijks, ga je dan naar een centrum toe of koop je het online? Nou, ik heb geen smaak, dus ik heb het geluk dat ik mijn broertje altijd kan bellen tot die dat er voor me regelt. Hij weet mijn maten. Maar als ik zelf moet gaan, dan ga ik zelf naar de stad toe. Ik kan niet inschatten of iets bij past, ja of nee. Dus ik moet echt naar een winkel toe. En ik ben ook iemand die wat dan gewoon de eerste beste andere klant zoekt en zegt, hoe staat dit? Ja. Ik heb zelf geen smaak. Ik moet niet doen of ik dat heb. Dat is helemaal geen zin en geen meerwaarde. Dus ik ben wel iemand die wat daar wel, het liefst voor kleren en zo, wel gewoon de stad in gaat. Mm-hmm. En voor boeken en voor dat soort dingen? Boeken over het algemeen ook. Al moet ik wel bekennen dat soms wel de verschillen met prijs heel erg groot zijn. En dan vooral als ik naar Engeland ga. De vriendin ging ook vaak naar Engeland en naar Schotland toe. Er wonen een paar vrienden van ons. En we hebben een keer daar de pech gehad tot we in een gegeven moment weer bij een W&S-winkel en bij een Waterstones waren. En tot ik gegeven moment vroeg, schat, weet je hoeveel boeken we al gekocht hebben? En zij zei nee, dus zat ik op 43. Dus toen waren we een dag naar de IKEA gereden om daar nog eens extra tas te kopen om die boeken mee naar huis te kunnen nemen met de Billy. Maar je merkt altijd dat je zo'n ding het liefst wel ook gewoon doet als je in een boekenwinkel bent. Zelf hebben we ook gewoon een veel te grote boekenkast hier in huis en die wordt nog groter met de aanbouw nu, maar die moet je ook echt vasthouden, die moet je ook even echt vast hebben, bijvoorbeeld dat je iets hebt van ja, die wil ik hebben, ja of nee. En zeker omdat ik een grote fantasy-liefhebber en liefhebber ben, vind ik het wel heel belangrijk om bepaalde titels echt even in de hand te kunnen hebben gehad, of even te hebben kunnen lezen voordat ik begin. En dat kan digitaal niet. Ja, precies. Ja, dus die zoekt dat soort dingen toch wel op. Ja, ik had een beetje zo de aanname van, aangezien jij een millennial bent, die niet per se naar de stad hoeft om te shoppen. Hè? Ik ben zo nog opgegroeid, hè? Als ik iets wilde kopen, dan moest ik wel naar een binnenstad toe. Ja. Ik ben van die leeftijd, zeg maar. En ik had een beetje het idee van, nou, misschien is... Ja, Rick was niet echt zo aangewezen op stadsharten om iets te kopen. Maar ik hoor jou juist zeggen van de dingen die je aanschaft, die heb je het liefst in je handen. Of je wilt even aanzien of voelen, inkijken als een boek. Een boek en kleren sowieso wel. Maar daar het eerst gaat bijvoorbeeld elektronica, ook in de bouwmaterialen of de spelmaterialen of fancy, doe bijna niet meer digitaal. Ja. Dus dat dan wel. Maar dus na de vraag, wat koop je dan? Er zijn sommige dingen echt gezien, ik moet naar de stadshart toe. Maar als ik dat merk wat ik... Bijvoorbeeld nu, we gaan een stream starten, D&D in het Nederlands. Gewoon een avonturenspelsessie. We gaan samen een verhaal vertellen. En ik denk dat ik alles daarvoor... Ja, alles. daar wel gewoon digitaal besteld heb laten leveren de dag erna. Ja. Bijvoorbeeld, probeer niet maar een webcam te krijgen, nog nu in de coronatijd. Niet te doen. Dus nee, dan moet je naar een even obscure webwinkel toe. Die wat nog ergens in een douche een webcam wil liggen voor me.
Ja, ik heb Rintje uit Hongkong over laten komen. Ja. Ik herken het, Precies, ja. Dus dat is niet meer te doen. Nou, dus stiekem, als ik dat even zo terug hoor, dan zijn stadsharten voor jou best belangrijk. Om erin te vertoeven, hè, zoals in Utrecht. Een stukje te werken. Om dingen te kopen. In jouw geval met name kleding en boeken, die je dan ook echt zelf aanpast of aanpakt of wat dan ook. En waarin niet, heb je me net ook zitten vertellen, van hè, de techniek, de technische spullen. Die zit je gewoon te zoeken daar waar ze beschikbaar zijn. Daar haal je ze dan online. En dan was ik eigenlijk nog wel benieuwd. Zijn stadsharten voor jou belangrijk voor ontmoetingen? Op zich ja, want ik vind het voor mijn werk ook heel interessant hoe dit mijn werk kan helpen. En de blurring wat afgelopen jaar in de retail gebeurde, was daar een hele fijne ontwikkeling in. Bijvoorbeeld tussen Remond is er een boekenwinkel genaamd De Kleine Tovenaar. Altijd een tip om een keer te bezoeken. Je komt daar binnen en het is echt fantastisch. Dus het ziet er geweldig leuk uit, het hebben ze geweldig gedaan. Maar ze hebben ook een ontmoetingsplek gemaakt. Er is gewoon een grote koffiebar, er is elke dag flyer, er is een vies grote tafel in het midden. Waar mensen ook gewoon welkom zijn te vertoeven. En dat is wel een heel fijn iets, zou ik maar zeggen. Dus waar je zou echt denken, ja, dat geeft wel dat extra stukje beleving erbij. Waar bijvoorbeeld biers ook heel goed in zijn. Dat je komt binnen, je krijgt je pilsje, je whisky of een kop koffie. En je hangt er gewoon even lekker. Alvorens je onder het letterlijke mes gaat in sommige gevallen. En dat zijn wel dingen waar ik denk van, ja, dat soort dingen maken wel tot een winkelcentrum meerwaarde heeft voor een jongere generatie. Bijvoorbeeld het internet kun je heel vinden van vergelijken bijvoorbeeld. In tegenstelling sommige winkels die alleen maar een bepaald product voeren. Ik heb zelf in een computerwinkel gewerkt, dus ik weet wel redelijk goed als ik een computeronderdeel moet hebben, wat ik specifiek moet hebben. Daar heb ik op ingelezen, ik kan een beetje even updaten, even opnieuw inlezen van, oh ja, wat zijn de nieuwe ontwikkelingen, maar daar kom ik redelijk snel in. En als ik in de winkelhart daar een onderdeel voor moet gaan kopen, kom ik vaak gewoon niet thuis omdat ik wil hebben. Dus daar is wel een stukje verschil bij, wat kun je ook en kun je ook echt blijven hangen, of is het puur alleen voor adviesgedeelte, zal ik maar zeggen. Ja, precies. En wat jij net zei van, waar vind je dat ook? Een bioscoop of wat zei je nou? Een barbiers. Oh, barbiers? Ja. Ah, ik had het gewoon niet goed verstaan. Ja, ja, ja. Ik praat ook vrij snel. Maar daar ga je onder me. Ja. Ja. Ik denk even van, wat bedoelt hij nou? Oh, barbiers, ja, weet je. En daar heb ik natuurlijk ook weinig feeling mee, dat snap jij. Nee, in die zin, mijn haar en mijn kind is meer dan ik om hoofd heb, of al meegenomen. Dus dat is bij jou andersom. Ja. Nee, prima, maar ik bedoel meer zo van, ja, ik kom niet in die dingen, maar dat is ook een soort van ontmoetingsplek dan, een barbier, of wat? Ja, in heel veel gevallen wel. Het is zelfs zo, in Rotterdam is er Schorum, en ik ben nooit geweest, maar alleen, dit was een keer een pauwnet, in van de, gewoon zo'n interview met ze, en daar staat ook voor de bordje dat vrouwen niet welkom zijn, dus puur een mannenhangplek is voor die dag. En die hebben zich heel specifiek erop gericht om gewoon puur ontmoeting voor mannen te zijn. Je bent daar, in principe de daddy daycare, zou ik maar zeggen. Daar hebben ze echt gemarketeerd. Ja. En juist dat soort aanpak, dat soort winkels, dat soort unieke situaties maken wel tot zo'n stadshart leeft. Want als je kijkt, in ieder geval in sommige zaken komen en denk van ja, die winkelmedewerkers zijn gewoon dozenschuivers. Dus wat moet ik hier? Ja, dan moet die marketingcommunicatie meneer of mevrouw al heel veel moeite hebben dat het mooi uitziet. Maar voor de rest zit daar geen meerwaarde bij. Geen bezieling, ja. Ja, precies. Zo is goed, ja. En niet zoveel kennis. En ik snap wat je wil zeggen. Terwijl als de echte gewoon een geweldige ondernemer is en die er helemaal over heeft nagedacht. En een bijzondere plek is precies voor hè, mensen zoals jij creëert. En je daar in de watten legt op zijn manier. Ja, dat is inderdaad heel aantrekkelijk. Ja. Ik vind een leuk voorbeeld. Een vriend van mij zit al een koffiebar nu gestart. Of een apparatenwinkel voor koffie. En die heeft er een espresso bar bij gezet. En onder een keertje een paar flexwerkplekken. Dat is super handige ballen fronten. Ik heb geen geweldige koffie thuis, maar ik heb in ieder geval een boonapparaat. En ik kan met hem de bonen halen. Als ik daar gewoon tussendoor een ontmoeting heb, zit daar, ligt er op 20 meter van station af. Het is heel gezellig, goed aangepakt. Als ik alleen maar werk, kan ik ook gewoon eronder zitten, de flexwerkruimte voor een dag afspraken. En dat zijn wel net die winkelconcepten waar je echt van denkt, ja, daar kan je een dag vertoeven. Daar kun je ook even zijn, pas dat je even snel in en uit vliegt. Maar goed, daarentegen het parkeerbeleid van heel veel steden laten dan nog wel heel erg te wensen over. Het andere deel dan kom je er niet. En ik wilde sowieso nog vragen aan jou van, in hoeverre zijn binnensteden, stadsharten voor jou belangrijk voor het ondernemen? Voor het ondernemen zelf? Ja, voor mijn dienstverlening is het niet heel erg interessant eigenlijk. Daarentegen, als ik ook kijk, bibliotheken liggen steeds vaker in een stadscentrum.
En dat is momenteel voor Berg of Vechelfans een van mijn grotere werkgevers. Dus in dat opzicht, opdrachtgevers moet ik ook goed zeggen natuurlijk. En ja, goed, toch daar makkelijk kan komen is wel heel fijn en belangrijk. En natuurlijk in sommige gevallen, zeker bij sommige bibliotheken, ga ik vaak in de stad om goed mensen te werven of andere dingen op te halen. En dan wil het wel helpen. Maar voor mijn werk per se, als in ieder geval vanuit mijn ZZP-activiteiten, maakt het eigenlijk niet zo bijzonder veel uit. Als ik kijk naar mijn baan als cultuurcoach in de gemeente Exosteren, naar de winkelstraat hier is zo beperkt, zo klein, dat ik er meestal niet veel hoef te doen, omdat ik veel makkelijker in die kernen kom. Hoe bedoel je? Een stadshart, zou ik maar zeggen, is voor heel veel voor mijn cultuurcoachbaan heel moeilijk, want ik heb gewoon dat maakt me heel veel losse kernen. Het centrum van echt, zou ik maar zeggen, het economisch centrum van de gemeente, daar bereik je heel veel doelgroepen niet in de gemeente. Dat is gewoon zo uitgespreid ligt in deze gemeente. Dus daar heb ik niet zoveel aan een stadshart. Precies, het is niet zozeer echt het centrale ontmoetingspunt van al die kernen, van al die dorpen. Nee, precies. Die hebben allemaal hun eigen identiteit. En ook echt van, ik kom uit Pei. En dat is niet echt, weet je wel, heel erg verdedigend over hun wijk. Deels ook heel terecht, want het is een stukje identiteit wat je daar aan ontleent. Maar ja, goed, het centrum van Pei is in principe waar je Linders ligt. en Lidl. Dat is in principe het hele centrum wat ze daar hebben. En heel veel dorpen hebben een gemeenschap dat redelijk centraal ligt. Maar dat is het ook verder. En hoe leeft het in de dorpsharten? Is daar ook veel leegstand of valt dat mee? Ja goed, heel veel dorpen zijn vooral gemaakt op bonen. En dan scheelt het wel een heleboel. En vooral met de kleine dorpen waar ik nu heel veel in werk, dat zeggen we vaak, je bent er geboren en meestal keren mensen terug. Mits de kern interessant genoeg is voor mensen met jonge kinderen in veel gevallen. We hebben bijvoorbeeld ook een dorp in mijn regio Roosteren. Die heeft de pech dat de school daar helaas zijn fysieke deuren heeft moeten sluiten in de kern. Omdat er gewoon te weinig leerlingen waren. Dus wat wel jonge gezinnen die wat nu aan het kijken zijn van huis, gaan daar niet meer naartoe, want ze missen gewoon de school. Ze weten gewoon dat ze nu elke keer veel verder moeten reizen om morgens kinderen naar school te brengen, omdat niet netjes doen met de fiets. En zeker niet voor alle leeftijden. Dus daar merk je wel dat voor een dorpshart, dat bijvoorbeeld een stukje van onderwijs heel belangrijk is en een plek waar ze samen kunnen komen, liefst met verenigingen of misschien wel losse beeldverbanden. Dat is wat ik vanuit mijn professionele zin daar wel heel erg in merk en ook heel graag zie. Ja, en er zijn dus dorpskernen, dorpen, waar niet meer genoeg mensen zijn voor basisscholen, hoor ik jou zeggen. Ja, die zijn er ook gewoon. En simpelweg ook natuurlijk waar is het werken af te nemen. Limburg heeft qua werkgelegenheid niet meer de meest brede aantrekkingskracht, zo gezegd. Dus je bijvoorbeeld heel veel mensen met een creatief vak, die blijven niet heel vaak hier in het zuiden, maar die gaan juist naar, heel stom, maar waar de overheid de meeste subsidie in toegebracht heeft in het verleden. Dan beginnen we een beetje bij Eindhoven, gaat dat omhoog, zal ik maar zeggen. Dat merk je wel heel erg goed. Hm. Ja, dat blijft ook niet een eind over plakken, hoor. Ja, daar komt er meer terecht en tot hier blijft, zal ik maar zeggen. Dus heel beetje nog een beetje concurrentie biedt, maar er is er ook mee gezegd. Ja, nee, dat is toch veel meer in de Randstad, hoor. Ik kan even het percentage niet opnoemen, maar het is echt een fractie wat naar Eindhoven gaat. In ieder geval, als je het hebt over subsidies. In Eindhoven is het toch veel meer het ecosysteem waar mensen elkaar opzoeken van bedrijven. Ja. En instellingen onderling, waar de business in zit en niet de subsidies. Nee, er is ook helemaal bijvoorbeeld geen Rijksmuseum, hè, onder de rivieren. Nee. Ja, wat nu keihard eigenlijk werkt in Eindhoven, maar... En toen moesten alle basisscholen opeens één keer per jaar daarnaartoe. Maar veel stukken in mijn gemeente, best zijn ze 2,5 uur de kinderen in die bus. 2,5 uur terug. En wat heb je bij Rijksmuseum gezien? Ja, volgens mij niet genoeg, als ik eerlijk ben. Nee, precies, ja. Heel andere vraag. Zijn er ontwikkelingen in jouw leefomgeving waar je aan ergert? Ja. Die moet ik wel oppassen. Want ik woon natuurlijk ook in de gemeente waar ik werk. Dus ik niet op tenen ga trappen. Maar stiekem is ook wel een beetje wel. Ik kan heel moe worden van wisselend afvalbeleid van gemeentes, ja of nee. Er zijn heel veel grote verschillen onderling. En ik merk bijvoorbeeld ook dat heel veel wat papier ophalen wordt dan bij verenigingen neergelegd. Wat doen jullie dat maar in het dorp? Ik krijg je daar echt subsidie voor. En dat was soms heel goed gedaan, soms heel slecht. En als ik in mijn eigen leefomgeving, kan ik me soms storen aan de welstandscommissies in Nederland. En bijvoorbeeld hier, waar ik hoorde gezegd, als jij je laken om te luchten uit het raam en een voorkeur voor je huis hangt, kun je daarom voor een boete krijgen. En ik dacht, sorry, wat ga je doen? En toen zei ik, ik moet toch op die lucht, jij doet mijn achterkant van je woning. Oké, dus ik moet in principe een raam bijslijpen om mijn laken te luchten, omdat jij het niet mooi vindt tot een laken aan mijn voorkant van mijn huis hangt voor een halve dag. Ja, dat was geen maar echt een ding.
En dat zijn hele persoonlijke eisen en willekeuren. En daar was iets van, dat schieten we misschien wel iets te veel in door. Ja. Dan wordt het gewoon te bemoeiend. Ja, tot er echt zo'n van, ik bepaal hoe je huis eruit moet zien. Maar heel vaak zijn wel eens geweest in buurtbewoners. En natuurlijk is het ook de vraag, hoe lig je dan in je dorp met de buren? En nu scheelt dat in mijn geval dat ik daar heel goed mee om kan gaan. Maar ik kan me zo voorstellen dat je, als je niet meteen welkom bent, dat het ook heel moeilijk wordt om zo'n moment gewoon je huis prettig te maken. Ja, precies. Dan wordt het te persoonlijk. Ja, aan de andere kant is overal het welstandsbeleid heel erg aangepast. Hè? Vaak heet het nou commissies ruimte kwaliteit, waarbij ze zich echt op de hoofdlijn terugtrekken. Het is minder betuttelend aan het worden, kan ik jou geruststellen. Ja. Mooi, hier nog niet, want dat was hier nog geen jaar geleden. Dus hier is nog even oefening. Er zal iets achter liggen. Maar ja, dat is een mooie ontwikkeling. Dat is heel fijn. Dan is het nu al bonus. Je kijkt er al naar uit, ja. Heb jij een gouden tip voor binnensteden die kampen met leegstand? Ik denk voornamelijk tot er moet leven in de brouwerij zijn. Dat is een winkelstad kun je heel snel vullen met grote concerns. Dat is heel makkelijk, want je pakt heel snel heel veel vierkante meters. Maar het is misschien ook een keer gewoon fijn om een centrum terug te brengen naar goed kunnen vertoeven. En je hebt heel veel gedoe voor hangjongeren en hangouderen. Maar die zijn wel nodig eigenlijk om tot mensen zich erop kunnen binden aan een dorp of stad. Dus hoop met al die mensen weg te jagen uit het centrum. En daarbij hoort er ook zeker in het tweede geval, maak parkeren op zijn minst gemakkelijk. Als het niet goedkoop is, maak het dan gemakkelijk. En niet shoppen, dan moet je uit de stad weg zijn. Ja, dat is flinker aan af en toe. Ja. Heb je niet zo'n app? Zo'n parkeer-app? Ja, en ik moet bekennen, die zijn er. Die zijn er in grote getale. Maar eigenlijk word ik ook heel moe van alle apps die ik moet installeren. Ja, dat weet ik, dat snap ik. Maar het is wel een hele handige app. Want dan weet ik veel hoe die heet. Ik zal het wel voor je opzoeken. Maar dan kan je gewoon je auto parkeren. En dan hoef je niet op te letten dat je meter afloopt. Dan hoef je niet te kijken van, is het uur al voorbij? Het geeft gewoon heel veel rust. Klopt, maar er zijn ook steden die wat andere apps gebruiken dan... En we toch vier apps moeten hebben voor om mijn werk te kunnen doen. En dan gaat er toch iets... Ah zo, ja, ik heb... Ja, dat snap ik. Nee, dat zou onzin zijn. Ik heb één app die overal wel werkt. Dus, dan ben ik dus wij doen ze hun best om dat een beetje aan elkaar te koppelen. En ik vind voor die andere vind ik heel grappig wat je zegt. Van, eigenlijk heeft een stadshart hangjongeren en hangouderen en hangmannen en hangvrouwen nodig. Om te verbinden. Ik denk even aan een soort van waslijn waar ze allemaal aanhangen. Als je het woord hangjongeren en hangouderen gebruikt. Ja. Ja, dat beeld heb ik even in mijn hoofd. Zo van, daar moet vooral ook ruimte voor zijn. Ja, want als die blijven hangen, dan maken ze ook een binding met je stad of staddorp. Die worden op een gegeven moment door een verantwoordelijkheid ingezet. Ook voor ons van jongerenwerk, die zijn heel bezig met, wees verantwoordelijk voor je eigen plek. Want dan blijft die plek ook voor een deel van jullie. En best ook mooi, want als ze naar rotsenschoppers komen, is er ook onderling een sociale controle. En die heeft Nederland niet meer zoveel. Alles is heel individualistisch geworden. Ook met wonen en ook in steden. En juist die mensen, sociale dieren, zullen gewoon wel langzaam moeten. En als wij die sociale controle niet terug kunnen brengen, dan hebben we gewoon heel veel lege steden waar af en toe een doos geschoven mag worden. Ja, precies, ja. Ja, sociale controle misschien, maar gewoon sociale samenhang. Ik denk dat je daarin zoekt, hè. Ja, sociale controle is een beetje de term die ik ervoor geleerd heb. Maar precies, de samenhang daar moet er gewoon weer zijn, tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Dat het ook een beetje wordt ons stadshart weer. Mensen zeggen soms, ik woon in het centrum, maar meestal betekent dat, ik heb heel veel moeite met parkeren. Of een auto weg te kunnen. Ja, precies. Terwijl je graag wil dat mensen zich daar thuis voelen en een trotse ambassadeur zijn van. Ja, precies. En ook het leven in de brouwerij brengen. En ook gewoon een goede relatie hebben met die winkel die eronder zit. In plaats van dat er heel te geklaagd wordt over elkaar. Ja. Ja, het organiseren van het collectief. Ja, dat je het samen prettig hebt. Ik snap het. Een hele andere vraag. Ik heb van jou gehoord, je bent een fervente boekenlezer. Heb jij een bepaald boek dat jou heeft geïnspireerd en dat je de luisteraar zou willen aanraden? Op zakelijk vlak vind ik De Wet van Snuff van Jos Burgers geniaal. Ik vind die man sowieso fantastisch. Het is een hele cabaretachtige manier van marketingtips. Ja, ik vind het echt een geweldige man. En De Wet van Snuff gaat eigenlijk over het geven en nemen. Hoe meer aandacht je geeft, hoe beter dat je ook dingen gaat ontvangen. En dat werkt heel erg goed in heel veel zakelijke aspecten. Dat werkt ook in privé aangelegenheden. Wat je geeft, privé krijg je ook terug. Hij geeft zelf voor zijn eigen hond Snuf. Als hij thuis binnenkomt, wie staat dat voor te begroeten? Zijn hond Snuf.
En wat kreeg Snuff daarvoor terug? Knuffels van, oh, je komt eraan. Oh, schattig beestje. Als hondenliefhebber is dat voor mij heel erg relateerbaar. Daarentegen, met de vriendin is het een stuk minder enthousiast. Misschien heb ik bij haar ook niet meteen, oh, schat, je bent er weer. En gelukkig misschien ook maar. niet meteen die manier binnenkomt. En dat soort wel aandacht over geven en nemen. En dat is een heel praktisch klein boekje. Maar ik vind het er heel waardevol bij. En op privévlak. Ik heb een jaar aantal jaar geleden naamswijziging gehad. Vanwege allerlei gedoe rondom de huiselijke situatie. En mijn achternaam komt uit een boek door Simone van der Vlucht. Ik heb mijn naam mogen wijzigen in een eigen keuze. Toen heb ik de naam van de hoofdpersoon een beetje veranderd. Om dat als mijn eigen achternaam te mogen dragen. En daar moest het boek Bloedgeld van Simone van der Vlucht. Dat vond ik zo'n tof, inspirerend personage. Hoe die van een piratenleven zo goed mogelijk dingen probeert te doen. Ook echt, het zegt van ja, dit is tof. Dit is iemand die ondanks tegenslagen nog op een goede manier doorgaat. Inzet. En dat vond ik echt ontzettend tof. Zie ik hem nog altijd wel. En dus heb je ook die naam gekozen of zo? Of hoe? Ja, het heel personage heet Reinoud van Veghel. En dan Veghel is het doopje in Nederland. En ik heb dus nu Rick Veghel als mijn naam, vooral de achternaam is toen veranderd. Naar Veghel met CH, want het was uniek in Nederland en toen mocht het. Ik heb zelfs hier nog mijn het bewijsje hangen. Dat mijn naam officieel veranderd was. Getekend door de directeur dienst Justus toen dat tijd. Dat was nog echt 16 weken afzien om dit gedaan te krijgen. Ja, dat was gewoon... Dat zijn dat dingen, op, ja. En dat soort personages, wat van een hele moeilijke situatie, wel het goede eruit proberen te halen, heb ik altijd heel erg inspirerend gevonden. Dus eentje voor samensluk te lezen, eentje voor je werk privé te lezen. Ja, zeker, ja. Ja, het is gewoon... Ik vind het heel mooi zoals je het hebt neergezet. En de wet van Snuff, ik denk dat je die gewoon op Stadshart ook meteen kunt toepassen. Ik denk als het wel. Jij in een Stadshart of in een winkel komt waar je je meteen welkom voelt. Ja, is een hele andere beleving. Tovenaar. Ja, de boek is de kleine tovenaar bijvoorbeeld. Is echt zo'n plek. Je komt er binnen en is meteen van, wat leuk dat je er bent. Oké, de brief is echt van, dat is wel heel erg enthousiast. Maar je werkt er wel, je hoort er ook heel vrolijk van. En je kunt er lekker voor toeven, alles is vrolijk. En dat geef je ook gewoon terug. Want als ik nu ergens een boek ga, is het van, hey, even binnenlopen, kan ik het niet bij jullie krijgen. Ik was bij de bol.com. Ja. En of het echt wel om iedereen het moet halen met mijn abonnement van Kobo. Maar dat werkt echt wel heel erg goed. En volgens mij hebben ze het boek helemaal niet gelezen. We zitten gewoon erin vanuit de hartelijkheid. Maar des te beter. Ja. Nou ja, weet je, die wet van Snuff die werkt volgens mij alleen als het gemeend is. Want ik kan me voorstellen dat je dat zo ook, zeg maar... En dan, hè, zoals jij het dan een dozenschuiver kunt meegeven van begroet mensen hartelijk. Maar ja, als je dat zeg maar een soort van protocol mee op krijgt gedragen, dan word je op een hele andere manier welkom geheten dan wanneer je vanuit iemands intrinsieke motivatie je ziet de klant binnenkomen en zegt, oh wat leuk en welkom, wat fijn dat je het neemt, weet je wel. Ja, enthousiasme werkt aanstekelijk, maar je moet wel enthousiast zijn. En dat vraagt wel iets van jou op zich, maar in die zin. Is dat dan ook deels stiekem ook een groot deel van je werk? Dus zou moeten lukken. Ja, precies. Het lijkt me bij jou al helemaal geen probleem. Zo enthousiast iemand. Ik heb een tijdje in de bioscoop gewerkt. En toen was het ook bij Ladies Night. Rick, je moet aan de deur staan. Ik zeg, waarom moet ik bij de deur staan met Ladies Night? Zorg dat iedereen vrolijk en binnenkomt. Gewoon doe alles. Ga flirten voor mijn part. Iedereen moet lachen naar binnen komen. Ja, is goed. Dus ja, op het enthousiasme. Wat leuk jullie er zijn aan de deur al meteen. Welkom, kom binnen dames. En toen was gewoon binnen elk evenement zo mooi Rick aan de deur toe. Want Rick die stuitte wel al die mensen er binnen toe. En ook de mensen niet echt om te wachten. Want dat was natuurlijk ook de andere deel ervan. Als je aan het wachten bent, wil je het wel leuk hebben tenminste. Dus dat was een beetje mijn taak. Maar ja, dan moet je dat wel jezelf toe kunnen zetten om die stuitering erin te krijgen. Want ik was vroeger verlegen en introvert. Nou, daar is niks van over tegenwoordig. En stiekem ben ik toch zelf heel erg blij mee tot het inmiddels weg is. Maar het is wel even iets waar je nog naar... Ja, wat gewoon van je vraagt. Maar op een gegeven moment... Precies, maar waar je dus ook in kunt... je kunt je daarin ontwikkelen in ieder geval. Ja, zeker. Het is echt iets dat je aan kunt boren. Ja, wat leuk. En welke plek vind jij bijzonder inspirerend en waarom? Waar ga je graag heen? Je hebt al verteld Utrecht, maar is er nog meer niet? Ja, ik moet bekennen, ik heb juist mijn thuiskantoor verbouwd dat een inspirerende plek kan zijn. En dit is dan saai, dit is het deel zal ik maar zeggen, nu zit, is meer het saaie gedeelte, dat de computer en echt het werken en je achter zijn podcast want dat ik niet zoveel tegenslag krijg. Maar ik heb echt best aan daar echt iets van te maken waar ik gewoon echt kan zijn. En ook nu met de verbouwing en het nieuwe huis zijn we echt bezig om een hoekje te maken. Er staat daar een haard en één boekenkast in de hoek. Er staat een schrijftafeltje bij en er staat een piano bij.
En gewoon, ja, hier kan ik thuiskomen. Hier kan ik mijn alles even laten zitten en gewoon genieten. En dat krijg je niet echt terug in de stadshart, maar dat is echt een woning eigen ding. En dat is wel thuis mee te maken. Maar toen, ik pakte heel veel invloed uit dingen waar ik natuurlijk ben geweest. En soms zijn dingen uit eerste pubs, waar ik gewoon, ja, die wordt altijd qua echt het houtwerk en zo wel terug laten zien. En soms ook een hele vrolijke plekken, zoals de Kleine Tovenaar. Waar ik ook gewoon van merk van, ja, hier is leven in de brouwerij. Het is hier opzettelijk druk, maar wel op een goede manier. Ja, precies. Ja. Dus je laat je eigenlijk inspireren door plekken die jij fijn of aantrekkelijk vindt, of waar je graag bent, om thuis een fantastische plek te creëren die helemaal bij jou past. Ja, en ik heb geen smaak op kleren en qua huis is het des te moeilijker. Toen een vriendin kwam, riep ik wel kleur met de muren. Zag je mij gaan van, ik kan niet eens voorstellen hoe het uitziet anders dan wit. Dus daar heb ik ook zelf een hele leercurve in gekregen het afgelopen jaar. Maar dat zijn wel dingen daar, ben ik nu steeds meer op het letten. Nou, hoe ga ik, welke dingen kan ik meepakken vanuit hier en daar? En wat maakt dat zo fijn? Ja, precies. Dus je bent er daarom heel bewust mee bezig. Om gewoon te analyseren, te doorgronden van wat maakt het zo fijn? Wat maakt het zo goed? Ja, en wat is het voor mij? Ja. Nou, Rick, ik bedank jou voor al jouw inspiratie en enthousiasme die jij in deze podcastreeks hebt ingebracht. Ik vond het ontzettend leuk om met jou dit interview op te nemen. En ja, luisteraar, richt ik me nog even speciaal naar jou. Want nu we aan het einde zijn gekomen van deze podcastaflevering, ben ik heel benieuwd geworden naar jouw ervaringen en inzichten op basis van dit gesprek. Ik vind het fijn als je een reactie achterlaat op LinkedIn, Facebook of Instagram. Maar je mag me ook een persoonlijk bericht sturen of een mailtje naar glowingplaces@icloud.com. En ik ben al een stukje onderweg. Vind je deze podcast die ik voor je opneem waardevol? Dan kun je me helpen door een review achter te laten. Dat gaat eigenlijk heel eenvoudig. Ik heb het laatst ook pas voor het eerst gedaan. Dan ga je in je podcast-app, scroll je een beetje, dan vind je het kopje review. En dan laat je dan een beoordeling achter, bijvoorbeeld 5 sterren of 4 sterren, wat je maar wil. Zo kunnen meer mensen deze podcast vinden. Ik zou het hartstikke fijn vinden als je dat voor me wilt doen. En dan zeg ik bij deze, Rick, ontzettend bedankt voor het leuke gesprek. Ja, luisteraar, heel erg bedankt. Ja, dat is fijn, Rick. Luisteraar, heel erg bedankt voor het luisteren. Over een paar weken staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Dus tot de volgende keer en stay tuned!